Ik denk dat veel van die haat vanuit de Marokkaanse community heeft ook met islam te maken, denk ik persoonlijk. Ben jij religieus opgevoed? Ik heb religie wel meegekregen van mijn moeder, ja. Mm-hmm. Ja. Zijn er zeg maar, in het dagelijkse leven nog dingen die je daar uithaalt? Absoluut, heel veel normen en waarden, heel veel hoe ik met mensen om moet gaan vooral. Hè. Maar geloof niet in dat bashen wat er online gebeurt. Nee, dat eens. Doen wij gewoon niet. En ik vind, dat houdt me ook heel erg sterk. Ik weet gewoon, ik kan heel erg onderscheid maken in mensen die narigheid uitspreken en wat mijn religie daadwerkelijk is. En ik ben heel blij dat ik die onderscheid kan maken. En dat ik mij niet, dat ik geen affiniteit voel met mensen onderuit halen en gewoon narigheid verspreiden. Ik heb dat gewoon niet. Ja, denk je dat het zeg maar in dat wereldje waar wij denk ik allebei actief in zijn, dat het moeilijker is om een moslima te zijn? Absoluut. Waar zit dat dan in? Omdat vaak het wereldje waar wij dan in zitten, het staat een beetje in contrast met wat mensen als informatie krijgen van wat hoort. Ja. Maar ik vind dat heel relatief. Snap je? Kijk, als jouw mening over mij is, oh, je bent slecht omdat je dit en dit draagt. Ja, oké. Okay. Zo, slechte fundament. Snap je? Voor je mening. Ja. Dus als dat het echt is, ja, dan ben ik echt sad dat dat zeg maar jouw basis is van waar jij een mening vormt of iemand goed of slecht is. Als mens zijnde. Ja. Vind ik eigenlijk best wel sad. Heel relatief, heel en ze klein. Ze oordelen heel snel online, zeg maar. Ja. Vaak, en ze hebben niet eens door, weet je. Vaak als je iemand, als je een nare comment eruit gooit, vaak heeft bijna niemand heeft door dat dat fucked up is. Ik denk, ze heeft toch wel een dikke huid. Ja, het is gewoon makkelijk. Het is heel makkelijk, is easy. Denk ik. En zulke, je wint nooit in het leven als je zo bent. Nee. Nooit. Ik geloof dat niet. Nee eens. Vind je het belangrijk om later met een moslim te trouwen? Ja. Daar ben ik heel adamant over. Dat, mm-hmm. dat vind ik wel. En dat heeft niet zozeer te maken met oh, ik zou iemand anders van een andere geloof geen kans geven. Mm-hmm. Maar ik vind mijn geloof een hele mooie basis hebben om daar later juist iets meer uit te creëren. Ja. Zowel als het opvoeden van je kinderen, dezelfde basisprincipes. Weet je, ik vind dat wel iets. Gewoon de positieve dingen ja, die je eruit hebt gehad. Ik wil niet zeggen dat ik niet zou daten met iemand die dat niet zou zijn. En vaak gewoon, je weet niet hè, je kan zo iemands gedachten veranderen. Maar ik vind wel, zulke gesprekken vind ik wel altijd heel belangrijk. Daar sta ik altijd open voor. Maar ja, als je me vraagt, zou je later willen trouwen met iemand die moslim is, dan zeg ik absoluut ja. Ja, nee, eens, ik kan me daar wel in vinden. En je hebt het over je kinderen religie meegeven later. Wil je later kinderen sowieso? Ja. Ik zei voorheen zei ik altijd in interviews, oh, mijn 24ste wil ik mijn eerste kind. Nou, ik ben 26, ik ben 2 jaar over tijd. Maar maar ik merk wel, naarmate ik zelf ouder word en zelf groei en zelf heel erg aan het ondernemen ben, dat hoe meer ervaring ik heb in het leven, des te beter ik mijn kinderen ga kunnen opvoeden of zo. Mm-hmm. Dus ik heb nu wel zoiets van het komt wanneer het komt. En als het komt, dan is het welkom. Ja, je hebt nog wel even de tijd, toch? Ja. En hoeveel kinderen zou je willen laten, idealiter? Kijk, wij zijn met z'n drieën thuis echt opgegroeid. En ik vond het altijd zielig voor mijn broertje dat wij 2 meisjes waren en hij dan 1 jongen. Dus ik denk 4. Zou ik wel tof vinden. En het hoeft niet allemaal per se van mezelf. Ik zou het heel tof vinden. En als ik zou mogen adopteren, dat zou ik wel heel, heel cool vinden. Okay. Omdat je dan een kind uit de brand helpt, zeg maar. Niet zozeer uit de brand, maar ik zou dat gewoon hard vinden. Weet je, iemand die eigenlijk een stapje achter had op het leven, die een hele toffe vooruitzicht kunnen bieden. Yeah. Dat zou me zo'n goed gevoel geven, alleen al. Het zijn ook veel hazan, toch? Ja, en buiten dat, ik zou ook echt van het kindje kunnen houden, denk ik. Mm-hmm. Niet denk ik, weet zeker dat ik van dat kindje kan houden. Gewoon alsof het echt mijn eigen kindje is.